Persoonlijk vind ik het fijnste setup, zeker voor in het begin. De setup waarbij hij aan het verdedigen is. Ja? Dus we zitten bijvoorbeeld laag en maak ik een arm te isoleren hier. Nou, hij gaat proberen op te bokken. Wij kunnen gewoon onze heupen naar voren schuiven als reactie. Daar is het. Ja? Vanuit hier hebben we een mooie positie om die arm in te pakken en richting de middenlijn te trekken. Dan gaan we een beetje lekker maken en dan op de kop mooi in de armband trekken. Ja? Dus, als reactie op die skip die we straks hoeven te hebben, als je scherp bent, hè, want alles komt natuurlijk gewoon geschiet. Dus heb ik het aan te vallen, boom, ik schuif mijn heupen naar voren. Ja. En hier komen we meteen in een mooie positie terecht. Vanuit hier haalt die elleboog van hem richting mijn heup. En we kunnen hier leunen om een beetje lichter maken en eroverheen te gaan. Hop. En hier gaan we terug zitten. Hop. En allemaal maken. Oké? Okay?